Dit is RTI met Kijk Hilversum nieuws en reportages. Met deze keer: Damwanden Oostereind. Geluidswand dicht bij Gomarishof. Opening jubileumtentoonstelling André van Duin. Gooi een Eemlander weg. Gymnasium heeft duurzaamheidsranking. Rabos verkocht aan GNR. Dier van de week: Kater Herman. Vraag van de week: wat vindt u van de afsluiting van de Gooise Brink? De triltechniek die bij de bouw van de tunnel aan Oosteinde nu gebruikt mag worden om de dampalen te slaan, geeft resultaat. De dampalen gaan er nu zonder problemen in. Na een jarenlange strijd tussen gemeente en buurtbewoners van de Gomarishof heeft de gemeenteraad besloten de wand weer dicht te maken zonder toegangsdeur. Er komt wel een diepgaand onderzoek naar het dossier Geluidsscherm Gomarishof. André van Duin vierde afgelopen woensdag zijn 65ste verjaardag met de opening van zijn tentoonstelling In Beeld en Geluid. Een keur van bekende Nederlanders, waaronder Ron Brandstede en Joop van der Ende, spraken de jubilaris toe. Goedemiddag allemaal. Dit is ongetwijfeld de best bezochte, drukste opening van een tentoonstelling In Beeld en Geluid in ons bestaan. Burgemeester Broertjes had een grote verrassing in petto. De gemeente Hilversum heeft deze week besloten om naar jou een straat te vernoemen. Sterker, een boulevard. Zo rustig als meneer Van Duin overdag is in het dagelijks leven. Zo, nou ja, de lach aan zijn kont krijgend bij hier een optreden met de pers als meneer Wijdbeens. Het blijft een fenomeen. En ook de tentoonstelling horen, zien en lachen. Hier achter mij ziet u het beeld van die tentoonstelling. Is ook, dan ook een echt eerbetoon aan André Van Duin. Een eerbetoon aan een man die overigens ook nog eens maandag om precies te zijn, 65 jaar wordt. En een man die dat niet bepaald ziet als een pensioenmomentje. Zeker. Nou, dames en heren, hiermee is de tentoonstelling dan van harte geopend met een vrolijke carnaval medley. Met, ik mag wel zeggen, de hoogtepunten van het Nederlandse carnaval. Mag ik muziek, alstublieft? Bedankt allemaal. Landelijk worden regionale kranten in hun bestaan bedreigd. Zo ook de Gooi en Eemlander. Wat vinden de mensen hiervan? Lees je de Gooi en Eemlander? Jazeker. Ja, ik lees hem dagelijks. Weet het digitaal dan wel. Wat vindt u van het lokale nieuws wat er wordt geschreven in de Gooi en Eemlander? Ja, goed. Ik lees hem elke dag helemaal door. Dus ik, ja, perfect eigenlijk. Ja, vind ik heel leuk. Ik heb zelf nog een zaterdagabonnement op de Gooi en Eemlander, hè, hebben we het over. En ja, ik vind het juist leuk om al die berichtjes uit de buurt, ook de minder leuke dingen natuurlijk, inbraken, overvallen. Ja, goed, je kan wel beter een beetje op de hoogte zijn. Ja, ik vind het lokale nieuws altijd prima. Het is heel erg fijn om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt in de omgeving. Wat vindt u ervan als de Gooi en Eemlander gaat stoppen met het schrijven van lokaal nieuws? Ja, dat zou ik heel jammer vinden. Alle grote kranten doen dat natuurlijk ook niet. Hè. Die komen ook niet met nieuws uit de buurt hier, tenzij het heel heftig nieuws is. Dus, daar vind ik zo'n regionale krant juist voor bedoeld. Dus ik zou het niet zo'n slimme actie vinden. Nou, dat zou ik zeker heel erg jammer vinden. Absoluut. Dat zou wel jammer zijn. Dat zou ik wel heel jammer vinden, ja. Ja, geen goed idee. Nee. Want wat vindt u het leukste, het interessantste aan het lokale nieuws? Nou, alle nieuwtjes die er in Hilversum en omgeving gebeuren. Dat is toch wel interessant als jij in Hilversum woont. Het gymnasium heeft een duurzaamheidsranking gekregen. Wat is dat en wat vinden de leerlingen ervan? In de workshop zijn de leerlingen op pad gestuurd binnen de school. En dan moesten ze een aantal vragen gaan beantwoorden. En op grond daarvan werden vinkjes gezet of kruisjes gezet. Kon je een punt verdienen of juist geen punt verdienen. Nou, deze school heeft 16 punten van de 30 gekregen.
Dat is een redelijke score. Niet super en ook niet slecht. Hoi, ik ben Rene. Ik ben Milou. Ik ben Melle. Ik ben Jesse. En ik ben Laura. En wij zitten in klas 2F. Nou, ik heb gekeken naar de biologische verhouding van de kantine. Ik heb dus gevraagd of we Fairtrade producten hebben en of er biologische producten gebruikt worden. Ons onderwerp was het papier verpakken op de school. Ik had het over het scheiden van het afval en of wij dat eigenlijk wel doen of niet. We hadden vooral over groen gas en groene stroom en ja, of de site groen gehost is. We hebben gekeken of het lettertype Ecofont op onze computer was geïnstalleerd. Op onze computers waren geïnstalleerd en of er standaard dubbelzijdig geprint werd. Wat kwam er als antwoord? Nou, dat we eigenlijk geen afval scheiden, alleen chemisch afval en gewoon afval. Alleen in het gewone afval zit al het GFT en papier en alles bij elkaar. Want we kunnen nog heel veel afval hergebruiken. Bijvoorbeeld GFT kun je nog gebruiken voor compost, voor de akkers en zo. En dat doen wij dus niet en dan kun je dat ook niet scheiden. En hoe heb je dat onderzocht? We hebben aan de conciërge gevraagd of er groene gas werd gebruikt of de school aan klimaatcompensatie deed. Helaas doet onze school dat niet. Daar zijn natuurlijk wel verbeteringen in mogelijk. Doet de school iets met de uitkomst? Vooralsnog vinden ze het wel interessant dat het gebeurt, maar de leerlingen zijn het nou aan het omzetten in concrete adviezen voor de school om het beter te maken. En dan verwacht ik wel dat de conrector daar graag gebruik van maakt. Ja, dat ze wel gewoon Fairtrade producten gaan verkopen, want het is natuurlijk veel beter voor ook de boeren die onze producten verbouwen. En ik vind biologische producten ook belangrijk, want zo kunnen we wel dierenleed verminderen. Onder andere dubbelzijdig afdrukken op de printer te installeren, denk ik dat je heel veel papier kan sparen. Dat is dus ook goed voor het milieu. En met Ecofont installeren op de computer, dan kan je ook dus heel veel inkt besparen. Dat is ook goed. We kunnen naar een groene bankrekening overstappen. Mijn advies is gewoon afval scheiden, het is beter voor het milieu, dus gewoon doen. Het Rabos is een bos, die naam hebben we overigens zelf gegeven, is een gebiedje van 7 hectare dat grenst tussen Hilversum en Loosdrecht. Het Rabos grenst aan de Raweg. En de Raweg was van oorsprong een grensweg. Dus daar komt het al. Het grenst tussen Loosdrecht en Hilversum, de Raweg. En toen dachten wij, nou dan is het eigenlijk wel duidelijk dat het Rabos moet heten. Rabos met SCH. De vrijwilligers van het Rabos, die al 22 jaar het onderhoud verzorgen, hebben recentelijk de gemeente verzocht het Rabos te verkopen aan Goijs Natuurreservaat. Dit omdat er geen nieuwe aanwas van vrijwilligers is. Wij worden langzamerhand na 22 jaar ook al een beetje ouder. En we willen heel graag dat het Rabos behouden blijft voor de toekomst. Kies je voor kleinkinderen, dan moet je ook voor bos en natuur kiezen. En dat is wel heel belangrijk. Dus wij willen graag, nu we ouder worden, een goede bestemming geven aan dit mooie gebiedje. Nou, het leuke is dat je dus alsmaar in de buitenlucht bent, dat je flink in beweging bent. En dat je met een gelijkgestemde groep mensen, met wie we het ontzettend leuk hebben, veel plezier hebben en lachen en praten en koffie drinken. Daarna lunchen we altijd met elkaar. En ik ga je zeer voldaan weer naar huis, want je hebt wat nuttigs gedaan en de dag kan niet meer stuk dan. Het is best wel zwaar werk. Want je moet, ik hou van zagen en knippen vind ik ook leuk, maar ik vind het zo heerlijk dat het opknapt. Want je ziet al die boompjes ertussen en vogelkersjes hartstikke slecht. Het is echt de pest voor het bos, dus ik vind het fantastisch opknappen. Maar het is eigenlijk onbegonnen werk, want je kan wel doorgaan en het komt steeds weer op. Maar we zien het wel wat we doen. Navraag bij de gemeente en Goijs Natuurreservaat leert dat beide partijen nog in de onderhandelingen zijn. Als het Goijs Natuurreservaat het niet wil kopen, dan blijft het bij het oude. Dan is het gewoon gebied van Hilversum en wij gaan door tot we er weer neervallen. Thank you.
Dit is Herman. Herman is een echte knuffelkat. Hij is makkelijk met vreemden, maar kan ook goed alleen zijn. Hij krijgt een pilletje voor zijn schildklier. Herman is 15 jaar en zoekt zijn laatste mandje bij een lief baasje. We zijn vandaag bij de Gooise Brink voor de vraag van de week. We gaan de mensen vragen wat zij ervan vinden dat de Gooise Brink afgesloten gaat worden in de avond. Nou, ik vind het niet zo fijn, want 's avonds als ik uit mijn werk fiets of van school of wat dan ook, dan fiets ik er altijd doorheen naar huis. En als ze afgesloten wordt, dan moet ik voortaan omheen fietsen, dus dat kost meer tijd. Ik denk dat het voor de winkels wel een stuk rustiger wordt. Want er is nou twee keer achter elkaar ingebroken. En dat gaat met grof geweld. Dus het lijkt me als ik hier een winkel had dat ik het ook fijn zou vinden. Ik vind het op zich wel goed. Ja, als er dan minder wordt ingebroken, is het wel goed. Ik vind het heel goed. Ik heb heel veel ramen ingegooid de laatste tijd. En het is alleen maar veilig voor de ondernemers en geen zwervers meer. Nou, vind ik wel terecht. Als je ziet hoeveel er eigenlijk al aan puien ingegooid is. Wat voor vandalisme hier allemaal is. Dan denk ik van, waarom niet? Ja, dus geen probleem als het dicht zou gaan in de avonturen. Nou, ik kan me dat wel voorstellen. Want het is echt een hangplek waar mensen lekker droog ongein uit kunnen halen. Dus wat mij betreft mag het wel. Op zich een prima idee, want het is een mooi overdekt winkelcentrum met luxe winkels. En het zou zonde zijn als dat vernieuwd zou worden. En het is niet echt een doorgangsgebied, want je kan ook via de andere kant, via Kerkplein, kan je ook op je bestemming komen waar je moet zijn.